Ik werd gewurgd, bij mijn keel gegrepen. Ja, gezegd dat ik echt dood moest. Jongeren, vaak meiden en in 70% van de gevallen meiden met enige vorm van beperking die makkelijk beïnvloedbaar zijn. Het zijn de ideale slachtoffers voor criminele netwerken die de meisjes uit hun sociale omgeving losweken en onder andere inzetten als prostituee. Het wordt gezien als mensenhandel en is een groeiend probleem. Men vreest dat het aantal bekende gevallen slechts het topje van de ijsberg is. We spreken van geschat 6000 slachtoffers per jaar, waarvan een groot deel seksueel wordt uitgebuit. En dan spreken we over meiden en jongens die worden uitgebuit door loverboys. Loverboys is een beetje een lieve term. Eigenlijk zijn het gewoon ordinaire mensenhandelaren. Voormalig politiechef Marcel Lieskamp is werkzaam als projectleider bij Stichting Koraal. Deze stichting helpt jongeren met beperkingen en complexe problemen. Vaak als gevolg van traumatische ervaringen. Lieskamp ziet de meest vreselijke gevallen voorbij komen. Ja, meest schrijnend is dat jonge kinderen gewoon worden opgesloten in een hok, in een woning. Met 4 of 5 op een kamer. Onder erbarmelijke omstandigheden. En die dus eigenlijk alleen maar als soort seksvee worden gebruikt. Om geld te verdienen voor die loverboys. Dat gebeurt in Nederland. Dat gebeurt ook in Nederland, ja. Iemand die dit aan de lijf heeft ondervonden is Debbie. In haar 10e jaar werd een autismespectrumstoornis bij haar vastgesteld. Rond haar 18e verjaardag kwam ze weliswaar in een begeleid woninginstelling terecht, maar had verder het leven zoals bijna iedere tiener dat heeft. Ik was heel zelfstandig. Ik kookte, ik deed de was, huishouden. Ik zat op school, ik had een bijbaantje, vriendinnen. Haar onbezorgde leven werd overhoop gegooid toen ze een jongen leerde kennen. Een jongen die zich voordeelde als goede vriend en dag en nacht voor haar klaar stond. Met, zo het leek, de beste bedoelingen. Tot hij haar vroeg mee te gaan naar zijn nieuwe huis. En ik zat een paar minuten op de bank. En toen kwamen er vrienden van hem binnen. Ik zag toen, op dat moment zag ik een bundel met geld. Eigenlijk in een kastje. Dat het in een kastje werd gestopt. En dat voelde niet goed. En toen ben ik eigenlijk met heel veel geweld gedwongen tot seks. Nadat ze zijn geïsoleerd en seksueel zijn uitgebuit, worden slachtoffers vaak ook aangezet tot het plegen van strafbare feiten. De grens tussen daderschap en slachtofferschap vervaagt, waardoor slachtoffers steeds dieper in de problemen komen. We kennen voorbeelden van dat die loverboy 's morgens vroeg met een aantal dobbelstenen op tafel een cijfer gooit en zegt dan van, het is cijfer 17, dus jij moet vandaag 17 mannen afwerken. En als je dan niet alleen kunt, dan zoek je maar iemand anders. We kennen voorbeelden dat meiden op transport worden gezet naar Dubai, om daar 2 weken lang mannen te vermaken, waar veel geld voor wordt betaald. En dan wordt tevens gezegd, ja, dan neem je ook, dan smokkel je ook maar wat drugs naar die kant toe. Dus het is een groot crimineel netwerk wat erop uit is om zoveel mogelijk geld te verdienen. De vicieuze cirkel doorbreken en het wereldje verlaten door simpelweg aangifte te doen is vaak geen optie. Niet alleen is het gebrek aan bewijs een probleem, slachtoffers worden gechanteerd en voortdurend in de gaten gehouden. Zetten ze 1 verkeerde stap, dan heeft dat direct gevolgen. Als ik mij verzet tegen de dingen die ik moest doen, dan werd ik soms over de grond getrokken, aan mijn haren getrokken. In mijn gezicht werd er gespuugd, werden lelijke dingen tegen mij gezegd. Ik werd echt vernederd, met mijn gezicht in de wc gedrukt, geslagen, geschopt, van de trap afgeschopt. Ik heb pistolen tegen mijn hoofd gekregen, meerdere keren. Ik werd gewurgd, bij mijn keel gegrepen. Ja, gezegd dat ik echt dood moest gaan. Dit alles vond plaats bij de daders thuis, in hotels, in auto's, maar ook bij Davy. Dat terwijl ze op dat moment dus woonde onder begeleiding. Ik vind dat het begeleid wonen traject daarin wel heeft gefaald. Want ze wisten, op een gegeven moment wisten ze hiervan af. Heb ik het verteld. Maar ze zijn er ook achter gekomen door camerabeelden terug te zien. En ja, op een gegeven moment is jouw eigen huisje dan ook niet meer een veilige plek. Ze hebben er nooit echt iets tegen gedaan.
Voldoende alarmbellen die dus afgingen, maar geen actie. Met als gevolg dat Davy ruim een jaar lang de meest vreselijke dingen heeft moeten meemaken. Het systeem dat uitgebuite meisjes zoals Davy moet beschermen werkt onvoldoende. Minister Dekker erkent de situatie, maar is optimistisch over de aanpak van het probleem. Als je kijkt naar professionals, ja, dan helpen we ze nog onvoldoende om dat ook goed vast te kunnen stellen. Kijk, als er niks aan de hand is, dan heb je bij heel veel mensen het idee van, nou, dat is eigenlijk vrij normaal, het gaat allemaal goed. En toch moet je net even iets dieper kijken. En als dat risico er is, kan je er namelijk wat aan doen. En dat is het mooie aan een test die nu is ontwikkeld. Die helpt bijvoorbeeld docenten op school en in praktijkonderwijs om die test af te nemen. Om bijvoorbeeld bij meisjes die een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van loverboys, van pooiers. Ja, om te zeggen, ja, als daar nou sprake van is, dan kunnen we nu nog wat doen om erger te voorkomen. Coraal ontwikkelde deze test die zorgprofessionals in staat moet stellen om in te grijpen en aan de bel te trekken. Marcel Lieskamp legt uit hoe de test, de LFVB-signaleringstool, zoals deze officieel heet, werkt. Je logt in op de signaleringslijst en dan kom je automatisch op de 11 aandachtsgebieden of zeg maar risicogebieden die er zijn. En onder elk risicogebied hangen weer signalen. Die kun je aan of uitzetten. En hoe meer signalen je aanzet, hoe groter het risico wordt dat iemand of al in handen is gevallen van een loverboy, of heel veel risico loopt om in handen te vallen van een loverboy. En met deze test en met deze toets hebben we nu ook echt iets in handen waarin we kunnen helpen. Dus we kunnen kijken per geval, per meisje bijvoorbeeld, waar de echte kwetsbaarheden zitten, hoe ver het al is. Maar het helpt ook de hulpverleners bij politie in het onderwijs om ze advies te geven wat ze vervolgens kunnen doen. Dus ja, ze krijgen concrete stappen van ga eens langs bij een collega of nee, het is al erger, trek aan de bel bij bijvoorbeeld een gespecialiseerde organisatie die meisjes weer uit de prostitutie weet te trekken. Ja, dat helpt natuurlijk. Het mooie is dat we eigenlijk al in de testfase resultaat hebben bereikt. Want we hebben het instrument getest op een aantal VSO-scholen met ongeveer 20 docenten, dus in 20 klassen. En daar zijn al 2 gevallen naar boven komen drijven waar we ons ernstig zorgen over moeten maken, waar momenteel op geacteerd wordt. De tool zal dit voorjaar officieel in gebruik worden genomen en is hopelijk voor veel jongeren een reddingsboei. Voor Davy is het kwaad al geschied. Gelukkig vond zij zelf de kracht om te ontsnappen. Nu werkt ze ver weg van haar loverboys aan haar herstel. Ze heeft een boodschap voor jongeren die op dit moment slachtoffer zijn van mensenhandel. Ja, hoe moeilijk het nu ook misschien klinkt, er is altijd een uitweg. En je kan anoniem hulp zoeken. En je bent niet alleen.